Hi, welkom. Fijn dat je kijkt naar de grote pensioenshow. Komende uur gaan we je alles vertellen over pensioenen. Er is niets waar we zoveel geld aan uitgeven en wat ons tegelijkertijd vaak zo weinig interesseert als de pensioenen. Als je in loondienst bent, zoals de meeste mensen in Nederland, gaat zo'n 20% van je loon naar je pensioen. Je pensioen kost je vaak meer dan je boodschappen, je vakanties of je auto. Ja, in deze grote pensioenshow, wat zijn pensioenen nou eigenlijk? Hè? Hoe werkt het? En natuurlijk, wat gaat er veranderen? Want ja, er is een pensioenakkoord. Hebben werkgevers, vakbonden en verschillende kabinetten, ik denk een jaar of 9 over gedaan. En dan zijn we nog vriendelijk, denk ik. En als het goed is, als vakbond FNV mee instemt en het akkoord dus wordt ingevoerd, dan verandert er voor bijna iedereen wel wat. Ja, het is af en toe een beetje ingewikkeld. Ik waarschuw maar vast. Maar we gaan ons best doen om het komende uur begrijpelijk te houden. Dat doen we door dingen uit te leggen. En daar gebruiken we dat scherm voor en door zoveel mogelijk vragen te beantwoorden van u, de kijker thuis. Ja, om die vraag te beantwoorden is hier, mag ik zeggen, de architect van dit pensioenakkoord, Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken. Nou, niet de architect. Nee, dan behoor je altijd heel veel eer aan anderen te geven, hè, als je zo'n vraag krijgt. Ja, of niet? Precies. Ja. Ja. Wel blij dat het er nu in concept ligt. Ja. Ja? Ja, het is heel hard gewerkt. Niet alleen ik de laatste anderhalf jaar, maar ook inderdaad de jaren daarvoor. Mariette Hamer bijvoorbeeld in de Sociaal Economische Raad heeft heel hard gewerkt. Ik ben heel trots dat het er nu ligt. Ja. Hoeveel eerder mag u met pensioen door dit akkoord? Bijna een jaar, geloof ik. Ik heb het niet helemaal precies, maar een jaar. U moet werken 68 jaar en 6 maanden. Ja, het was 69 en 6 maanden. Is dat een beetje te doen? Ja. Het is niet echt een zwaar beroep, toch? Nee, het is geen zwaar beroep. Nee. En mevrouw Blom, hoeveel eerder kan u met pensioen? Ik denk dat ongeveer hetzelfde uit gaat komen. Ik denk dat het verschil inderdaad ongeveer een jaar is. Okay. En jullie? Ik ben ouder dan jullie allebei. Ja. Dus ik mag veel eerder volgens mij. Ik heb nog niet echt gekeken, maar iets van 68 een beetje of zo. Mm-hmm. Iets in die geest. Toch wel goed. Okay. Toch? Ja. En jij moet echt tergend lang. Ja, jongens, ik ben iets jonger. Dus dan duurt het langer. Volgens mij tot mijn 69ste nog iets. Dus, maar goed, komt goed. Je kunt ook meedoen aan deze uitzending. Je vragen zijn in de hele uitzending welkom. Stel ze via het chatscherm. Dan leggen we er zoveel mogelijk voor aan Wouter Koolmees en Marieke Blom. Inloggen gaat via rtlnieuws.nl/pensioen. Probeer je vragen een beetje algemeen te houden. Hele specifieke vragen over jouw persoonlijke situatie, die kunnen we hier niet beantwoorden. Dat wordt lastig. Maar eerst een uitleg over het pensioenakkoord. We zetten alle veranderingen even op een rij. Als dat lukt, want dat zijn er nogal wat. Het pensioenakkoord. Moeten we even schakelen dat we dat... Ja, de veranderingen in het pensioenakkoord. Ik zei al, het zijn er nog wat. Het zijn 3 grote veranderingen. De AOW-leeftijd verandert. Er verandert iets voor de zware beroepen. En er verandert iets in de hoogte van onze pensioenen. Die eerste, AOW-leeftijd. Kijk, nu kun je met pensioen als je 66 jaar en 4 maanden oud bent. Maar die AOW-leeftijd gaat steeds verder omhoog. Nu is het zo, als we gemiddeld een jaar ouder worden, moeten we ook met z'n allen gemiddeld een jaar extra werken. Dat is dus zoals het nu is. Nou, in de nieuwe plannen gaat die leeftijd veel minder snel omhoog. Komende 2 jaar zelfs helemaal niet, hè, blijft die dus op 66 jaar en 4 maanden staan. En daarna gaan we voor ieder jaar dat we gemiddeld ouder worden 8 maanden langer werken. In plaats dus van een heel jaar zoals het nu is. Punt 2. Zware beroepen. Ja, dat was eigenlijk nooit iets voor afgesproken. Een stucadoor moet net zo lang doorwerken als pak een meter minister of een nieuwspresentator. Nou, dat gaat veranderen. Er komt een regeling waarmee iedereen kan kiezen om 3 jaar eerder te stoppen met werken. Let op, betekent wel dat je waarschijnlijk ook een wat lager pensioen krijgt. Laatste punt, natuurlijk een hele belangrijke. De hoogte van onze pensioenen. Per 1 januari aanstaande zou voor 2 miljoen mensen de pensioenuitkering ook echt omlaag gaan. Die zouden echt gekort worden. Nou, afgesproken is nu dat dat niet gaat gebeuren. De regels worden zo aangepast dat de meeste pensioenen waarschijnlijk niet omlaag hoeven. En in de toekomst worden pensioenen wat flexibeler. Als het goed gaat, kunnen pensioenen wat sneller omhoog. Maar als het tegen zit, worden ze ook weer sneller verlaagd. Dat zijn de veranderingen. Oké, dankjewel Peter. Mevrouw Blom, wat vindt u eigenlijk van het akkoord? Is het eerlijk? Ja, eerlijk is zo'n begrip waar je eigenlijk geen algemeen geldende waarheid over kunt geven. Ik denk wat er echt gebeurt hier, is dat het ontzettend gunstig is voor mensen die vlak voor hun pensioen zitten en zagen dat die pensioenleeftijd heel snel was gestegen in een hele beperkte periode. Mm-hmm. En ook dat het mogelijk is om nog extra vroeg uit te treden via de regeling die Peter van Zadelhof daarnet noemde. Dat is denk ik heel gunstig voor mensen die bijvoorbeeld in zo'n zwaar beroep zitten en echt het gevoel hadden dat ze die eindstreep niet konden halen. De andere kant is, dat is wel een dure keuze en die betalen we met z'n allen.
Omdat we ervoor gekozen hebben om die mogelijkheden voor bijna iedereen van toepassing te laten zijn. Dus ook voor ons allemaal stijgt die pensioenleeftijd minder snel. En dat is wel een dure keuze. Ik zie toch een wat wiebelend gezicht bij meneer Koolmees. Is het eerlijk? Ja, als het gaat over de AOW-leeftijd, vind ik het heel eerlijk. Want eigenlijk wat we nu doen, is door die andere koppeling aan de levensverwachting, is het eigenlijk zo dat je de periode tussen wat je werkt en de periode dat je met pensioen gaat, eigenlijk constant houdt. Als we die 1-op-1 koppeling vast hadden gehouden, was eigenlijk de periode van pensioen constant gebleven, 18,3 jaar. Mm-hmm. Was eigenlijk het werkzame leven steeds langer geworden. En we zien nu ook gewoon door de participatiecijfers die beter zijn, dat we ook enige ruimte hebben om, zo maar zeggen, die verhouding constant te houden. Er zat een meevalletje in om dit mogelijk te maken. Ja, we zien gewoon dat de participatie in Nederland fors omhoog gaat. En dat zorgt voor meer belastinginkomsten. Participatie bedoelt meer dat gewoon meer mensen werken? Meer mensen werken. Werkloosheid is laag, maar ook meer mensen werken. Meer mensen werken meer uren. En dat zorgt gewoon voor meer financiële ruimte. Maar hoe zit het dan in crisistijd? Dan is dat niet zo natuurlijk. Nee, het is een structureel effect. Dus geen conjunctureel effect. Mm. Nu is de werkloosheid heel laag door de conjunctuur. Maar het gaat meer over, als je door alle leeftijdscohorten kijkt, zou maar zeggen, dat zie je dat meer mensen meer uren werken. Dus dat de structurele arbeidsparticipatie dus hoger is. Oké. Okay. Er zijn veel vragen over dit pensioenakkoord. Want er is ook nog veel onduidelijk. Vragen kunnen gesteld worden als je inlogt op onze site. rtlnieuws.nl/pensioen. We hebben nu als goed is ook iemand aan de telefoon. Gemma Boucher, klopt dat? Dat klopt. Ja, mevrouw Boucher, als ik goed begrijp, u bent FNV-lid, 67 jaar. En u heeft een vraag aan minister Koolmees. Wat is uw vraag? Ja, de vraag is, hoe kan je hier spreken van een akkoord? Want bij een akkoord staan volgens mij zaken vast en is alles uitonderhandeld. Maar hier is sprake van een fase van aannames en onzekerheden. Ja, er moeten nog heel veel zaken geregeld, onderhandeld worden of uitgezocht. Zoals 45 jaar werken, bijvoorbeeld. En alles moet nog geregeld worden in cao's. Dus je laat het over aan de werkgevers, aan de werknemers. En dat is dus, zijn die zaken die niet geregeld zijn. En dat zie ik dan nog komen, van dat als het in de cao geregeld wordt, dat het ook ten koste gaat van loonstijging bijvoorbeeld. Want er kan maar één keer een pot geld uitgegeven worden. In hoeverre is dit een akkoord, meneer Koolmees? Dank u wel, mevrouw Boucher. Nou ja, even dingen uit elkaar halen. Als het gaat over bijvoorbeeld de zware beroepenregeling, dan klopt het. Dat moet op de cao-tafel worden geregeld. En dat is ook heel bewust afgesproken tussen de werkgevers en de vakbonden. Juist omdat er grote verschillen bestaan tussen sectoren. Er zijn sectoren waar heel veel mensen inderdaad te maken hebben met een zwaar beroep. Inderdaad niet meer gezond de pensioenleeftijd kunnen halen. Maar ook de werkgevers van zeggen, op cao-niveau wil ik best zo'n afspraak maken. Wil ik best een afspraak maken om mensen de mogelijkheid te geven om eerder te stoppen. Als het gaat over het pensioencontract, hebben we in de Sociaal-Economische Raad twee modellen neergelegd. Twee contracten neergelegd. Die inderdaad nader moeten worden ingevuld en uitgewerkt. En er is ook geen andere optie. Omdat er in Nederland 350 pensioenfondsen zijn. Die allemaal verschillend zijn qua samenstelling. Die allemaal andere kenmerken hebben. Dus we zullen echt stuk voor stuk die knoppen moeten gaan instellen. Om het evenwichtig en zorgvuldig voor heel Nederland in te kunnen voeren. Dat is een klus, zeg. Is het ook. Maar het gaat over 1500 miljard euro aan pensioenvermogen. Verdeeld over alle generaties. Jong, werkend, gepensioneerden. En dat moet heel zorgvuldig gebeuren. Dat moet ook heel transparant gebeuren. Want je moet wel aan iedereen kunnen laten zien wat zijn nou de stappen die we met elkaar zetten. En dat vergt gewoon ontzettend veel techniek en uitwerking. Mm. En dat gaan wij nu in, hè, met de stuurgroep. De stuurgroep van sociale partners, de vakbonden, de werkgevers, maar ook de toezichthouder, onafhankelijke wetenschappers, om dit gewoon voor heel Nederland in te kunnen regelen. Maar dat is dus wel heel erg lastig voor een FNV-lid die nog moet stemmen of al heeft gestemd. De hele hoop is nog niet duidelijk, dus dan weet je ook niet zo goed, hè, wat het gaat dit nou precies voor mij betekenen. Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Als het gaat over de AOW-leeftijd is het glashelder. Dat is net uitgelegd. Als het gaat over de zware beroepen, zie je dat er bijvoorbeeld in de bouwsector, Maxime Verhagen was vorige week, hè, de voorzitter van Bouw het Nederland, ook op tv, die zei ook, daar willen we graag afspraken over maken op cao-niveau. Als het gaat over het pensioencontract, ben ik met u eens. Maar daar geldt echt voor, dat is zo ingewikkeld. Er komt zoveel ingewikkeld rekenwerk bij kijken. Dat moeten we gewoon zorgvuldig stap voor stap doen. Wat wel helder is, zijn de twee contracten waar we naartoe gaan bewegen. En daaroverheen zitten een paar algemene uitgangspunten. Die twee contracten zijn, zeg maar, de afspraken die je maakt als je een pensioenregeling hebt. Het gaat erover wanneer je pensioen omhoog gaat, bijvoorbeeld, of zo. Wanneer klopt. Kortingsregels, indexatieregels. Dat verandert ten opzichte van wat het nu is. Ja. Oké. Okay. Komen we later erover te spreken. Mevrouw Boucher, is mevrouw Boucher nog aan de telefoon trouwens, of niet? Ja, nee. Ja, mevrouw Boucher, bent u nog? Ik ben er nog. U bent lid van FNV. Heeft u al gestemd, eigenlijk? Ik heb nog niet gestemd, nee. Wat gaat u stemmen, denkt u?
Ik denk dat ik tegen ga stemmen. Oké. Okay. En waarom dan, mag ik vragen? Omdat er te veel onzekerheden zijn, wat te veel overgelaten wordt, wat nog geregeld moet worden. En ik het een oneerlijk systeem vind voor de jongeren. Maar hoe bedoelt u dat? Hoe bedoel ik dat? De jongeren die in het ze laten nu iets wat ik heel belangrijk heb gevonden altijd, het solidariteit en collectiviteit, laten ze los door de doorsneeregeling, dus te laten vervallen. Nou ja. Nee, dat ben ik niet met u eens, mevrouw. De doorsneepremie, nou, dat gaan we zo meteen uitgebreid over hebben. We gaan zo meteen uitgebreid over die doorsneepremie hebben. Uw betoog is helder, mevrouw Bezet. Dank u wel dat u even aan de telefoon wilde komen. En trouwens, blijft natuurlijk zeker van luisteren. Die doorsneepremie, ja, dat klinkt mateloos ingewikkeld. Ja. Dat is het eigenlijk ook wel. We gaan proberen om dat straks een beetje begrijpelijk uit te leggen, toch? Ga je weer voor het scherm staan. Ja. Goed, dan hebben we nog wat kijkersvragen. We hebben daar eentje binnengekregen van tevoren. Daarom kijk ik af en toe op mijn papier. En we krijgen live vragen binnen. Daarom kijk ik af en toe op mijn computer. Een vraag die we al binnen hadden was: wat doet een arbeidsongeschiktheidsverzekering eigenlijk in een pensioenakkoord, meneer Koolmees? Dat is een goede vraag. Die is ook heel vaak gesteld trouwens. Al die ZZP's zeggen, ben je helemaal gek geworden. Ja. Nou, even met name de vakbeweging wilde heel graag dat ZZP'ers mee gingen doen in het pensioenstelsel. Dus ook in dat heet dan de tweede pijler pensioenstelsel. Ja. Daarvan waren ook de werkgevers, maar ook de politiek vonden dat geen goed idee. Dus ook uitvoeringstechnisch heel erg ingewikkeld. Tegelijkertijd kwam dus ook de vraag op tafel. Er zijn wel degelijk ook verschillen tussen werknemers en zelfstandigen. En we zien nu in de praktijk dat sommige zelfstandigen zich ook gewoon niet kunnen verzekeren. Minder dan 20% van de zelfstandigen is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Als je dan toch overkomt, als je van de steiger afvalt of een ongeluk krijgt, heb je toch een heel groot risico op inkomensverlies. Bijvoorbeeld die bouwvakker van 55 of 60 komt er eigenlijk gewoon niet meer tussen. Of we moeten een gigantisch hoge premie betalen, honderden euro's per maand. Mm-hmm. Dus vanuit die twee invalshoeken, van hoe zorgen we er nou voor dat er toch bepaalde zekerheden zijn, ook sociale zekerheid voor ZZP'ers, mm-hmm. maar ook vanuit het probleem wat heel veel ZZP'ers hebben, dat ze zich niet kunnen verzekeren, of als ze zich verzekeren dat het heel duur is, is dit onderdeel van het pensioenakkoord gekomen. Maar moeten ze straks? Heel veel zeggen, ik wil het helemaal niet. Het voordeel van een verzekering die je collectief doet, is dat je risico's met elkaar kunt delen. Waar nu zo is dat sommige mensen dus inderdaad niet tussen kunnen komen, omdat ze gewoon te groot risico zijn. Daarbij ook te veel premie moeten betalen. Mm-hmm. Als je die risico's over de hele populatie spreidt, wordt het daarmee ook veel goedkoper. De hele populatie betekent dat iedereen moet meedoen. Ja, dus het uitgangspunt is een verplichte verzekering voor iedereen. Daar moet wel de een en ander worden uitgewerkt. Want er zijn bijvoorbeeld al regelingen die nu al gelden. Bijvoorbeeld bij boeren die onderling garant staan voor elkaar, agrariërs. Dus dat hebben we ook aan de sociale partners en aan de ZZP-organisaties gevraagd. Om dat voor begin volgend jaar in te vullen. Hoe dat vorm moet krijgen. En welke verzekering, welke dekking daaronder valt. Mevrouw Bloem, ik had ook een kijker die zei: was een verplicht pensioen niet veel logischer geweest? Dat was in die zin in dit dossier waarschijnlijk logischer geweest. En ik zou zelf zeggen, waarom is dit onderwerp er dan bijgekomen? Een effect van het feit dat ZZP'ers geen pensioenregeling hebben en zich daardoor dus niet verplicht moeten verzekeren, is vaak dat ze niet doorhebben dat ze zichzelf eigenlijk te goedkoop verkopen aan een opdrachtgever. En daardoor een hele sterke concurrent zijn voor iemand die als werknemer aan de slag gaat. Want die is verplicht om ook nog iets af te spreken over die pensioenregeling. Ja. En in die zin is het dus heel logisch dat de bonden hebben gezegd: als we dan niet het pensioen kunnen regelen, wat een vorm is van eigenlijk met arbeidsvoorwaarden concurreren met werknemers. Gewoon een manier om ZZP's duurder te maken. Juist. Ja. Nou, eigenlijk om een level playing field te creëren. Hè? Ja. Om een gelijk speelveld te creëren. Dat is inderdaad om oneindige concurrentie tegen te gaan. Maar wat daarbij wel belangrijk is, want veel ZZP'ers denken, ja, dat is dan dus slecht voor mij. Maar eigenlijk is het ook een manier om te zorgen dat alle ZZP'ers zich samen kunnen organiseren ten opzichte van hun opdrachtgevers. En automatisch met z'n allen eigenlijk gedwongen worden om wat meer geld te gaan vragen. Oké, ze voelen het misschien niet allemaal zo. Nee, dat denk ik ook. Oké, we hebben ook veel vragen binnen over de pensioenleeftijd. Die gaat veranderen. Peter, die legt weer even uit. Ja, nou, dat ga ik proberen althans. Kijk, als het goed is vinden we ons werk leuk. Althans, dat geldt voor de meeste van ons. Maar goed, een beetje van je oude dag genieten is natuurlijk ook een mooi vooruitzicht. Grote vraag is, wanneer kunnen we nou met pensioen? Je zag het al, hè? Die pensioenleeftijd gaat langzamer omhoog door dit nieuwe pensioenakkoord. Eerst als helemaal niet, hè? Komende 2 jaar blijft die pensioenleeftijd dus op 66 jaar en 4 maanden staan. Daarna gaat die stijgen. Want wij gaan als Nederlanders gemiddeld steeds later dood. Dat is natuurlijk mooi, maar kost wel geld. De AOW-leeftijd of de AOW moet langer betaald worden en ook het pensioen loopt langer door. De komende jaren worden we dus gemiddeld steeds ouder.
om het toch een beetje betaalbaar te houden, wilde het kabinet de pensioenleeftijd eigenlijk net zo hard laten oplopen. Hier zie je de levensverwachting van een 65-jarige ziet. We worden dus steeds ouder. Het idee was gemiddeld een jaar ouder worden is ook gemiddeld een jaar langer doorwerken. Nou, dat is afgezwakt in dit nieuwe pensioenakkoord. Een jaar ouder worden betekent straks niet een vol jaar, maar slechts 8 maanden langer doorwerken. En dat scheelt nogal. Dat zie je in de volgende grafiek. Kijk, de bovenste lijn is zoals het nu is. De lijn daaronder, de pensioenleeftijd, als dit nieuwe pensioenakkoord inderdaad wordt ingevoerd. Kijk je naar helemaal het eind, 2060 bijvoorbeeld. Dan zou de pensioenleeftijd eigenlijk ruim 71 zijn. Maar die is nu afgezwakt naar 69,5. En dat scheelt toch dik 1,5 jaar dat je eerder met pensioen kunt. Oké. Ik hoorde u zachtjes met elkaar overleggen ergens over. Was er nog positief, constructieve feedback over de presentatie van Peter? Of, nee, vraag alleen over, dat is welkom. Tot wanneer gaan we naar 67? Dat is de vraag. Wat voor jaren stapjes zetten we nu hierna? Mm-hmm. Dit jaar is het 66 en 4 maanden. Volgend jaar en het jaar daarna blijft het ook 66 en 4 maanden. En daarna gaat hij langzaam stijgen naar 67. En dan wordt hij gekoppeld aan die leeftijd. Ja, met die 8 maanden. Ja. Voor, okay. Voor een extra jaar. Overigens, de reden daarvoor, de reden dat we 2 jaar lang hebben bevroren, die AOW-leeftijd, is ook om de vraag van die mevrouw net aan de telefoon, om ook op cao-niveau dan ook die regeling voor de zware beroepen uit te kunnen werken. Dus ook daar heb je dan tijd voor. Heb je de tijd voor, daar hebben sociale partners op cao-niveau de tijd voor, om dat er gewoon netjes met elkaar te regelen. De vraag die we heel veel binnenkrijgen. En in verschillende varianten, maar dat komt er steeds meer. Ja, jongens, luister, ik heb zwaar werk gedaan. Ik heb al 40 jaar, ik heb 45 jaar, ik heb 50 jaar gewerkt. Is het een keer klaar? Mag ik een keer met pensioen? Er zijn mensen bij, die hebben echt serieus 50 jaar gewerkt. Ze zijn heel vroeg begonnen en die moeten nog steeds door. Waarom is daar geen regeling voor? Dat je na een x-aantal jaren, die heeft niet een x op 45 of zo, dan toch met pensioen kunt. Daar is wel een passage over opgenomen in het pensioenakkoord. Ja. Dus dat we die 45 dienstjaren, dat we dat de komende jaren gaan onderzoeken of we dat kunnen handhaven. Het probleem is namelijk nu dat we geen gegevens hebben daarover. We weten het niet. We weten het niet. Dus we weten wel wat mensen, zal maar zeggen, aan pensioen hebben opgebouwd. Maar we weten niet hoe lang mensen gewerkt hebben. Een voorbeeld van mezelf. Ik ben op mijn 15e begonnen in de supermarkt. Toen de tijd werd er geregistreerd hoeveel weken je per jaar gewerkt had. Dus ik had toen 52 SV-dagen, heette dat, per jaar. Dus eigenlijk sta ik formeel geregistreerd als dat ik al werk vanaf mijn 15e. Maar ja, dat was een bijbaantje in de supermarkt bij de Albert Heijn om vakken te vullen. Hoe ga je dat meewegen? Die gegevens hebben we gewoon niet met elkaar. Die hebben we pas sinds 1998. Dus dat is echt een uitzoekpunt. Hoe gaan we dit op zo'n manier regelen? Want het principe ben ik heel met u eens. Als je zo lang hebt gewerkt, zoveel dienstjaren hebt gehad, dan heb je ook de tijd gehad om een goed pensioen op te kunnen bouwen. Dan zou je ook eerder kunnen stoppen. Maar wat valt er dan te onderzoeken? Want als je die gegevens niet hebt, hoe kom je daar dan ooit achter? Of is dat nog wel mogelijk? Nou ja, een optie zou kunnen zijn om het toch bij de pensioenfondsen te proberen, om te kijken of je daar historisch kunt ontleden. Mm-hmm. De voorzitter van de CNV, Arend van Wijngaarden, heeft hier allerlei uitgesproken ideeën over. Die gaan we de komende tijd echt onderzoeken op haalbaarheid, maar ook op rechtsgelijkheid. Hè? Wat betekent het nou als iemand zijn huis is verbrand en alle papieren zijn weg? Ik kan het niet meer aantonen. Ja, dat zou ook wrang zijn. Dus dat is echt een zoektocht. Maar het principe staat wel in het akkoord om uit te werken voor de komende jaren. En dat vind ik heel logisch, omdat ik wel de vraag goed begrijp. Ja. Overigens, daar hoort ook bij, als mensen bijna 50 jaar hebben gewerkt, hebben ze natuurlijk ook een hoog aanvullend pensioen opgebouwd. Dat zien we ook in de cijfers. Mensen die vaak een zwaar beroep hebben gehad en 45 tot 50 jaar hebben gewerkt. Als ze tenminste al die tijd in een pensioenregeling hebben gezet. Ja, heel veel mensen begonnen pas met 25 jaar met opbouwen vroeger. Ja. Hè? Dus de eerste jaren bouwde je niks op. Maar we zien nu in de cijfers dat heel veel van deze mensen een heel hoog pensioen hebben. Namelijk een pensioen wat hoger is dan hun laatst verdiende inkomen. Okay. Mijn vader bijvoorbeeld. Mijn vader heeft op 3 maanden na 50 jaar gewerkt. Die heeft nu een hoger inkomen na zijn pensioen dan hij ooit heeft gehad toen hij nog werkte. Okay. Dat is ook een beetje wrang. Maar kunnen die mensen dat niet naar voren halen dan? Ja. En dat zou je zeggen, dan stop ik wel een jaar eerder of zo. Als toch genoeg geld voor mij gereserveerd is. En dat is precies de regeling van de zware beroepen die we hebben afgesproken. Okay. Ja, maar als daar komen we zo meteen misschien ook op. Ja, daar komen we nu op. Want ik zat, die zware beroepregeling is natuurlijk erg fijn voor mensen met een zwaar beroep. Wat dat dan is, gaan we zo bespreken, een zwaar beroep. Maar stel je bent op je 16e tegelzetter geworden. Dan werk je dus al 6 jaar langer dan iemand met bijvoorbeeld een universitaire studie. Je kunt waarschijnlijk 3 jaar minder van je pensioen genieten, omdat de kans wetenschappelijk gezien groter is dat je eerder komt te overlijden. Dan is deze zware beroepregeling eigenlijk nog maar
iets kleins toch voor deze groep? Nou ja, het gaat wel over 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Dat is natuurlijk een hele forse periode. Op dit moment is het zo dat mensen door moeten tot hun AOW-leeftijd. Mm-hmm. En ook vaak niet weten dat ze hun pensioen naar voren kunnen halen. Ook dus daar hebben we ook aandacht voor in het pensioenakkoord. Wat we nu mogelijk maken, als je namelijk je pensioen naar voren trekt. Je hebt bijvoorbeeld 48 jaar gewerkt. Dan heb je een fors pensioen opgebouwd. Mm-hmm. Maar als je het naar voren trekt voor je AOW-datum, moet je ook de AOW financieren. En dat is natuurlijk heel erg duur. Zeker voor mensen met een modaal inkomen. En dan, als je dat gaat doen, dan verlies je heel veel pensioeninkomen na je pensionering. Ja. Daarom hebben we nu een regeling gemaakt met werkgevers en werknemers. Werkgevers betalen als het ware de AOW. 3 jaar voor de AOW. Dat is die 19.000 euro bruto. Mm-hmm. Als je die netto maakt, is dat precies de hoogte van de AOW. Mm-hmm. Dat betalen de werkgevers. Dan kunnen de werknemers hun pensioen naar voren halen. Okay. Dat is de gedachte van de zware beroepenregeling. Dat de werkgever een beetje mee betaalt, de werknemer een beetje mee betaalt. Die is dus wel, want hè, ik dacht van die regeling staat voor iedereen open, maar die is eigenlijk wel toegesneden op mensen met wat lagere inkomens. Want ik hoor zeggen 19.000 euro. Je hebt de AOW, ja, euro. Klopt. Ja. Dus, even, okay. Dus daar blijft er ook wel een financiële prikkel voor mensen om gewoon door te werken. Ja. Dus als ze doorwerken, houden ze extra veel geld over. Maar je maakt het wel mogelijk dat de werkgever inderdaad de AOW als het ware betaalt 3 jaar voor de AOW-datum. Lenneke Rademaker wil weten, stijgt de pensioenrichtleeftijd nu ook minder hard? Want ja, je kunt de AOW-leeftijd minder snel omhoog doen, maar als je pensioenleeftijd hoger blijft, dan zit je met een gat. Ja, de pensioenrichtleeftijd staat nu in de huidige wet uit mijn hoofd op 68 in 2028... En die moet inderdaad worden herijkt naar aanleiding van de nieuwe afspraken over de AOW. Want het is natuurlijk logisch dat hij meebeweegt met de AOW. En hoeveel dat precies is, dat weet ik even niet precies. Maar die zal inderdaad moeten worden herijkt. Okay. Maar er is dus niet gespecificeerd wat precies een zwaar beroep is. Dat kon niet. Nou, dat is tot 2 keer toe geprobeerd in Nederland, afgelopen 9 jaar. Vakbonden en werkgevers met elkaar overlegd over wat is dan een zwaar beroep. En tot 2 keer toe zijn ze daar niet uitgekomen. Je hebt een aantal voorbeelden uit andere landen, Oostenrijk of België. En ook daar zie je eigenlijk dat er gewoon geen goede lijst te maken is van wat is nou een zwaar beroep. Soms is het alleen fysiek zwaar, soms is het ook geestelijk zwaar. Daar komen ze gewoon niet uit. Dus daarom hebben we deze generieke regeling bedacht. Ja, ja. Waar wel werkgevers en werknemers aan de cao-tafel een invulling kunnen geven. Okay. We hebben daar een leuke polletje over voor de kijker. Namelijk, hebt u een zwaar beroep? Daar kunt u over stemmen. En daar zijn we reuze benieuwd naar. Want sommige mensen zullen misschien wel vinden dat ze een zwaar beroep hebben, terwijl andere mensen daar anders over denken. Nog heel even over die pensioenrichtleeftijd. Ja. Richtleeftijd. Kijk, wat daar wel interessant aan is, daar gaat het eigenlijk niet zo heel erg veel over. Maar het betekent natuurlijk op het moment dat we met elkaar afspreken dat die leeftijd lager is dan die oorspronkelijk bedacht was, dan heb je daarna 2 mogelijkheden voor je pensioenpremie. De ene is, dan ga je ieder jaar meer pensioenpremie betalen, want je weet dat je minder jaren hebt om te werken en meer jaren om van je pensioen te genieten. Mm-hmm. Of je zegt, ik blijf evenveel premie betalen en dan gaat je pensioen na die pensioenrichtleeftijd vervolgens wel omlaag. Daar is het afgelopen dagen nog niet zo heel erg veel over gegaan. Maar dit is natuurlijk wel een heel belangrijk effect van de afspraken. Ja. Ik denk dat trouwens over die zware beroepen het probleem hier al in deze poll al manifest wordt. Want de helft van de geacteerden vindt dat hij een zwaar beroep heeft. Ja, dat zie je ook als je internationaal kijkt. Als je die vragenlijsten ziet, is dat het heel vaak echt niet duidelijk onderscheid te maken is. Ook de vraag bijvoorbeeld, hoe lang heb je het gedaan? Heb je de laatste 10 jaar een zwaar beroep gehad? Of heel je leven een zwaar beroep? Nou, dat zijn dus allemaal onmogelijke vragen om goed te kunnen uitvoeren. Okay. Dus moeten we het op sectorniveau en op maatwerk mogelijk maken. Even over dat verhogen van die AOW-leeftijd. Die gaat dus minder snel omhoog, zagen we net. Wat kost dat? Structureel, dus dat is de lange termijn. Ja? Die andere koppeling, ongeveer 3,2 miljard euro structureel. En op korte termijn, dus de andere groei naar 67, een kleine 6 miljard incidenteel. En wie betaalt dat? Dat betalen we met z'n allen. Dat zei Marieke net ook al in de inleiding. Kijk, voor de lange termijn hebben we dus dekking kunnen vinden in die hogere participatiecijfers. Het feit dat gewoon meer mensen meer werken en dus ook hogere belastinginkomsten binnenkomen. Okay. Ja. Voor de korte termijn heb ik ook een dekkingspakket, zoals dat zo mooi heet, in het pensioenakkoord afgesproken, hoe dit wordt gefinancierd voor de komende jaren. Maar dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want wat er gebeurd is, er is een nieuwe som gemaakt door het CPB. Die nieuwe som
daarin is meegenomen dat we allemaal meer uren werken. Dus er was opeens geld over. En ja, het is dan wel heel veel geld waarvan nu is afgesproken. Dat geld zetten we dan hiervoor in. En dat is inderdaad, die 3,2 miljard euro per jaar is echt geen klein bier. Was dat even een meevalletje dat het CPB opnieuw aan het rekenen sloeg? Zeker. En zonder die meevallen was het ook heel moeilijk geweest om hier uit te komen. Omdat het uiteindelijk gaat over inderdaad heel veel geld. Op dit moment, dit jaar, mijn begroting, de begroting van SZW, gaat 40 miljard euro naar de AOW. Dat is de helft van mijn begroting. Dus als je een andere groei hebt voor de komende jaren, een andere koppeling, dan kost dat inderdaad 3,2 miljard euro. En dat moeten we met z'n allen betalen. Los daar vind ik nog steeds heel verantwoord. Omdat, wat ik net al zei, de verhouding tussen het werkzame leven en het pensioenleven toch wel ook constant blijft met deze koppeling. Ja. We hebben nog een kijker die vraagt zich af, waarom wordt het probleem van een onbetaalbare AOW niet opgelost door AOW'ers met voldoende draagkracht mee te laten betalen aan de AOW? Ik hoor net dat die ouderen hartstikke rijk zijn en een hartstikke dik pensioen hebben. Dus ze mogen ze ook wat meer meebetalen, toch? Aan wie vraagt u het? Dit gebeurt natuurlijk de facto. Hè? Dus waar we het net over hebben, dat betekent dat we uiteindelijk allemaal via belastingen of eventueel, hè, we gaan minder uitgeven aan andere dingen. Dat betekent dat we er met z'n allen aan meebetalen. Dat gaat grotendeels via inkomensafhankelijke belastingtarieven. Hè? Daar zit een verschil in naarmate je meer of minder verdient. En de AOW is überhaupt al voor een flink deel gefiscaliseerd, zoals dat heet. En dat betekent ook dat we het weer via de belastingen betalen. Dus wie meer verdient, betaalt al meer. Oké. Mag ik nog één ding aan toevoegen? Ja, de AOW is natuurlijk voor heel veel pensioenregelingen de basis. De franchise, zoals het heet. Over de AOW betaal je geen pensioenpremie. Dus ook voor mensen met een hoger inkomen is de AOW het basisinkomen. Het is een volksverzekering. Ongeacht of je hebt gewerkt of niet. Voor iedereen in Nederland is die AOW de basis. Dus als je dat weer een soort inkomensafhankelijk gaat maken, zorg je er ook voor dat mensen die daarop gerekend hebben bij het opbouwen van hun pensioen, dat we plotseling een gat hebben. Ja, maar er zit er wel iets geks in. Maar misschien is het een beetje buiten dit onderwerp dat mensen die heel veel geld hebben en heel hoog pensioen hebben ook nog een AOW-uitkering krijgen, toch? Nou ja, het is een volksverzekering. Iedereen heeft er recht op die in Nederland woont. En inderdaad, wat Marieke zei, het wordt natuurlijk wel betaald uit belastingmiddelen. En mensen met een hoger inkomen betalen ook relatief meer belasting. Okay. Dat is ook draagkracht. Oké. Okay. Wij gaan even 3 minuten pauze houden, ja, geloof ik. Klopt. Om te voorkomen dat dit ook een zwaar beroep gaat worden, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Ondertussen kun je rechts klikken op diverse links. Dan kun je bijvoorbeeld naar mijnpensioenoverzicht.nl. Moet je inloggen, kun je zien hoeveel pensioen je krijgt. Voor liefhebbers ook rechts voor de publieksversie van het pensioenakkoord. En voor de diehard staat daar het complete SER-advies voor het nieuwe pensioenstelsel. Als je dat helemaal uit hebt, dan weet je alles. Tot zo. En blijf trouwens weer inloggen. Heb rtlnieuws.nl/pensioen om je vragen te stellen. We gaan 3 minuten uit. Even een stokje water drinken. En zijn we zo terug. Gaan we het hebben over doorsnee, premie, rekenrente en allemaal hele ingewikkelde dingen die... Maar die toch heel leuk zijn. Best begrijpelijk. Ja, precies. Tot zo. Tot zo. Ja, welkom terug bij de grote pensioenshow. Komende half uur, misschien wel ietsje langer, want we krijgen best wel vragen binnen. Gaan we antwoorden geven op vragen van kijkers. Doe mee en stel je vragen via rtlnieuws.nl/pensioen. Ja, we hebben in de studio de minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, en Marieke Blom, econoom van ING. Mevrouw Blom, ik wil het eerst met u hebben over het betalen van de pensioenpremie. Bijna 20% van ons salaris gaat er naartoe, toch? Ja. Nou ja, de premie die we betalen ligt vaak wel rond die hoogte. Het is wel zo, daar hadden we het net ook al even over. Het eerste gedeelte van je salaris betaal je geen premie over. Dus als je dat gemiddeld bekijkt voor de meeste Nederlanders die ergens tussen de 30.000 en 60.000 euro per jaar verdienen, ja, ligt het misschien zo rond de 15%. Maar dat betekent nog steeds dat je iedere zesde dag werkt om later lekker te kunnen leven. Het is onvoorstelbaar. We geven er zoveel geld aan uit. En ja, ik wil niet zeggen, het zit niemand in de klap. En dat is in dit gezelschap misschien helemaal niet het geval. Maar als je op het gemiddelde feestje bent, wel pensioen. Terwijl er zoveel geld naartoe gaat. Maar we krijgen er ook heel veel rijkdom voor terug. Hè? Want als we het alleen maar hebben over het betalen, dan klinkt het eigenlijk misschien heel naar. Maar ik denk altijd, het is toch fantastisch dat je misschien iets van 45 jaar werkt om 63 jaar van te kunnen leven. Ja, maar het interesseert ons zo weinig. Althans, de gemiddelde Nederlander. Ik denk omdat we er toch eigenlijk heel veel geloof in hebben dat het meestal wel goed geregeld is. En het hangt ook een beetje af van de leeftijd, denk ik. Als je met een leeftijdsgenoot spreekt, dan is hij er niet mee bezig. Maar als je eenmaal rond de 61 bent, dan wordt het wel steeds belangrijker. Dacht je, waarom kijk je nu naar mij? Nee. Oké. Dat wat we gaan betalen, wordt eerlijker. Ja, nu ga ik iets uitleggen. Dat heet met een... Als je op feestjes bent waar het wel eens over gaat, dan gaat het over die doorsnee
systematiek. En daar gaan we het nu over hebben. En dan moeten we even iets anders opzetten dan wat nu daar staat. Ja, er wordt wel geklaagd. We krijgen te weinig en we betalen te veel. Dat is wat vaak over pensioenen gezegd wordt. Ja, ouderen vinden dat ze te weinig krijgen en jongeren vinden dat ze te veel betalen. Iedereen vindt eigenlijk alles oneerlijk. Nou, het wordt eerlijker. Dat is mooi door het nieuwe pensioencontract. Maar dat is wel ingewikkeld. Ik ga het proberen uit te leggen. Kijk, in het huidige pensioen betalen jongeren eigenlijk te veel premie. En ouderen, die zien er dan zo uit in de plaatje, die betalen te weinig. En zo dragen jongeren bij aan de pensioenopbouw van ouderen. En dat was eigenlijk nooit erg. Want ja, vroeger werkte iedereen gewoon zijn hele leven bij één of meerdere bazen. Iedereen had dus als jongere echt de pijn van te veel betalen. Maar ja, als ouder heb je dan de lol van te weinig betalen. Maar ja, nu is deeltijd, sabbatical, je wordt zzp'er, start een eigen onderneming of gaat een tijdje mantelzorgen. Allemaal redenen om niet het volledige werkzame leven pensioen op te bouwen. Nou, en dan wordt het vervelend, hè? Als je als jongere dus jarenlang eerst te veel hebt betaald, net op het moment dat je wil gaan profiteren op dit punt, dan word je zzp'er. Heb je dus dikke pech. En daarom gaat met het nieuwe pensioenakkoord iedereen veel meer voor zichzelf sparen. Je krijgt uiteindelijk dus ook precies daar waar je zelf voor gespaard hebt. Goed, mevrouw Blom, is het afschaffen van de doorsneepremie een goede zet? Nou, het helpt ontzettend bij die modernisering van die arbeidsmarkt. En in die zin is het dus heel gunstig. Het helpt ook echt om pensioen transparanter te maken, waardoor je beter weet, dit is wat ik ingelegd heb. En daar ga ik dus ook profijt van krijgen. Er is één grote maar, denk ik, en dat wordt een hele spannende. Het betekent dat we afspraken moeten maken over wat er tot nu toe is ingelegd. Want er zijn dus een heleboel mensen in de leeftijdscategorie 40 tot 50... die al wel die premie hebben ingelegd en daar nog niet de profijt van hebben gehad. En daar moet iets op gevonden worden. En dat gaat echt om heel veel geld. En daarover is nu gezegd, ja, we gaan daar oplossingen voor vinden. Voor een deel door de premies en voor een deel door het uit de buffers te halen. En niemand moet er eigenlijk echt last van hebben. Maar dat kan niet, toch? Het moet ergens van betaald worden. Nou ja, het is een herverdeling. En inderdaad, het moet dan dus van de ene partij naar de andere partij. Want van welke partij naar welke partij? Nou, de partij, als er niks gebeurt, dus als je dit invoert zonder iets te corrigeren, dan gaat het ten laste van de mensen die tussen de 40 en 50 zitten, vooral. Hè, en ook mensen die nog ietsje ouder zijn. Zitten hier volgens mij drie aan tafel. Ja. Ja, precies, dan hebben wij daar allemaal last van. Als je niets doet, maar als je wel gaat compenseren, dan heeft die groep er dus veel minder last van. En dan is de vraag, verdelen we dat dan alleen over alle werkenden, of doen we dat over iedereen die meedoet? En dat betekent dat ook de gepensioneerden daarvoor mee zouden moeten betalen. Nou, dit wordt nog heel erg spannend. En daarbij is ook echt de vraag, wat is eerlijk? Ja, daar is eigenlijk geen antwoord. En op welk niveau gaat dat dan? Is het iets wat centraal besloten wordt? Of gaat dat per pensioenfonds of per pensioenregeling? Wat we nu gaan doen is centraal een kader maken. Centraal wetgeving maken waar pensioenfondsen aan moeten voldoen. Mm-hmm. En dan moet op decentraal niveau, op pensioenfondsniveau, moet die invulling worden gemaakt. Want elk fonds is anders. In de ene fonds zitten bijvoorbeeld heel veel oudere werkenden en heel veel gepensioneerden. En de andere fonds is juist heel groen, zitten heel veel jongere werknemers. Dus iedere fonds is qua samenstelling ook weer anders. Er zal ook maatwerk op fondsniveau moeten plaatsvinden om dit te kunnen compenseren. Even om toch... waar hebben we het over? Hier wordt toch ook vaak een beetje een angstverhaal verteld. En ik wil toch even... Dat mijn pensioen 10% minder kan worden als er niks gebeurt. Ja, we hebben het over grosso modo totaal 60 miljard euro. Dat klinkt ontzettend veel. Maar als je kijkt naar het totale pensioenvermogen, hebben we het over 4% van de dekkingsgraad. En de gedachte is een beetje dat je dit in 10 jaar tijd oplost. En dat kan een deel uit de premie, of vanuit de werkende. Dat kan ook via de overstap naar een nieuw contract. Ja, omdat je de doorsneepremie afschaft, gaat de europremie die een jongere inlegt ook in zijn eigen pensioenvermogen. Mm-hmm. Dat kan dus ook langer renderen. Want een euro die je op je 25ste inlegt, is veel meer waard dan een euro die je op je 63ste inlegt. Ja. Want die kan namelijk veel langer belegd worden. Nou, als je uitgaat van die 4% dekkingsgraad, hè, wat het kost. Als je dat in 10 jaar verspreidt, heb je het over 0,4% per jaar. Dan kan je een deel uit de buffer doen. Dan kan je een deel uit het nieuwe contract doen. Dan moet je het evenwichtig doen over de hele fonds. En als je een beetje de tijd voorneemt, dan kan het naar mij prima worden opgelost. Ik heb het idee dat mevrouw Blom iets pessimistischer is.
Nou, wat ik denk als ik naar pensioen kijk, we hebben gewoon ontzettend veel geld met elkaar opzij gezet. En we zijn eigenlijk als een hele rijke familie die met elkaar een hele hoge erfenis te verdelen heeft. En daardoor vreselijk ruzie kan maken over wie wat krijgt. En ja, zo'n bedrag van 60 miljard euro, daar gaat dit over. En dat wordt in de komende jaren met elkaar afgesproken. En dat betekent, denk ik, dat daar nog veel ruzie over kan komen. Betekent nog steeds... Een groot voordeel hiervan is dat als we die ruzie dan eenmaal met elkaar gemaakt hebben, dan hebben we daarna tenminste ook eindelijk helderheid over wat er van wie is. Maar als het om gaat om ruzie en pensioenen, weten we wel dat ze ellendig lang kunnen duren. Bedoel, zie je het huidige pensioenakkoord. Nou, we hebben wel met elkaar afgesproken, zowel de vakbonden als de werkgevers, als ook de politiek, dat dit evenwichtig, zorgvuldig en ook transparant moet gebeuren. Het moet gewoon duidelijk worden gemaakt wat gebeurt er nu precies op fondsniveau. En het moet ook alle generaties moeten zo evenwichtig worden behandeld. En ja, dat is een ingewikkelde puzzel. Maar we hebben nu al sommen van de pensioenfederatie gezien gisteren, waarvoor verschillende fondsen, zou ik zeggen, de effecten in kaart worden gebracht. En daar zie je dat verschillende knoppen in het systeem zitten om dit ook mogelijk te maken de komende jaren. En dat moet je niet in één keer doen. Moet je niet in één keer, zou ik zeggen, een big bang en nu is het opgelost. Je moet ook een beetje rustig de tijd voor nemen om dit evenwichtig te kunnen doen. Oké. We hebben een kijker aan de telefoon, als het goed is. Klopt dat, jongens? Zeker, ja. Dat is Guus van Leipzig. Hij is 22 jaar en student in Delft. Guus, wat is je vraag? Hi, hallo. Ik had de vraag, wordt het voor werknemers in de toekomst mogelijk om de pensioenachterstand van de werkgever geheel of gedeeltelijk uit te laten keren bij de loonstrook, zodat zij zelf hun pensioen op kunnen bouwen? Op die manier ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen pensioen en word je dus ook gedwongen om er vroegtijdig al goed over na te denken. Guus is trouwens geen rechts in beeld, voor de duidelijkheid. Dus dat je gewoon uit je pensioenfonds stapt. Want er gaat dus best veel geld van je werkgever en ook van jezelf in het pensioenfonds. Mm-hmm. Guus zegt, kan ik het zelf doen? Nee, daar hebben we niet voor gekozen. We blijven het collectief uitvoeren. En dat is ook een goede reden. Namelijk dat je ook collectief ook de risico's kunt delen. De eerste beller had het over solidariteit in het systeem. Er zijn mensen die heel oud worden en er zijn ook mensen die al eerder helaas overlijden. En die gezamenlijke risico's wil je toch met elkaar in het systeem poelen. En dat kun je alleen als mensen, zal maar zeggen, mee moeten doen in het pensioenstelsel. Dat is ook de solidariteit in het stelsel. Anders heb je ook het risico dat als je straks toch onverhoopt heel oud wordt, dat je dan plotseling dat toch je pot met geld op is. Daarom delen we die risico's met elkaar in het stelsel. Bovendien is het ook veel goedkoper om het collectief uit te voeren. Want als je namelijk voor één grote groep belegd, uitvoert, is het ook per deelnemer veel goedkoper. Dus het blijft verplicht om mee te doen in het pensioenfonds van de branche waar je toevallig werkt ook? Ja, en dat is ook wel vanuit paternalisme ook voor een deel. Hè? Omdat heel veel mensen, Guus misschien niet, maar heel veel mensen beginnen niet met pensioen over pensioen na te denken voordat ze daar 45 of 50 zijn. Ze willen ook dat mensen juist vroeg beginnen met het opbouwen van pensioen. Want nogmaals, die euro die je op je 25ste inlegt, die is veel meer waard dan die euro die je op je 63ste inlegt. Okay. En als ik daarvoor voor Guus dan nog even op mag aanvullen. Mm-hmm. Ik denk dat de meeste pensioenfondsen gemiddeld genomen eigenlijk best wel goed zijn in geld beleggen. Ook al hebben we misschien de indruk van niet. Ze zijn er toch best goed in over het algemeen. Ik denk de andere kant is wel dat het misschien zo is dat we in Nederland gemiddeld genomen vrij veel voor ons pensioen sparen. Vandaar ook dat we zien dat veel ouderen eigenlijk uiteindelijk misschien meer hebben dan ze van tevoren gedacht hadden dat ze zouden hebben. Een van de dingen die ik erin zag was dat er mogelijk gekeken gaat worden of er straks wel een klein beetje geld uit het pensioen naar de aflossing van het huis kan. Ja, klopt. Ja. En dat betekent dat iemand als Guus dan kan zeggen van nou, hè, dan hoef ik niet én in mijn pensioen te sparen en mijn huis helemaal af te lossen. Dan kan ik het een of het ander doen en dan wordt het per saldo iets minder. Het mag wel iets flexibeler, zeg maar. Ja, je hebt vaak een hele grote zak geld ergens staan waar je niet bij kunt, maar op dat moment wel even behoefte aan hebt. Ja, we hebben twee zakken geld. Hè. We hebben het afgelost. Of, hè, zeg maar, we lossen af op ons huis en tegelijkertijd stoppen we veel geld in pensioen. Aan beide kunnen we niet komen. En dat betekent voor Nederlanders dat ze daarmee heel slecht kunnen opvangen als er even iets tegen zit. En dat is een voordeel als je straks wat beter weet welk geld van jou is. Kan je het er ook wat beter uithalen en dat dan bijvoorbeeld in je huis stoppen. En daarom hebben we ook afgesproken dat je op pensioendatum 10% van je pensioenpot op mag nemen. Bijvoorbeeld voor de aflossing van je huis of voor een droomvakantie, als je dat wil, om die keuzevrijheid te vergroten. Oké, okay. Sorry. Er is een vraag wanneer ze ja, oké, we hebben nu die doorsneepremie, wat ik net uitlegde, die daar stoppen we dus mee. Dus het wordt persoonlijker. Maar het is niet zo dat iedereen zijn eigen pensioenpotje heeft straks. Dat je precies kunt zeggen, dit heb ik ingelegd en dit is van mij. Ja. Ja, dat lag wel op tafel een keer, toch? In het akkoord zijn twee contracten die we aanbevelen. De ene contract is
Contracten, dat zijn gewoon pensioenregelingen, die je straks krijgt. Precies, twee pensioenregelingen. Ja. Eén pensioenregeling is een individuele potje in de opbouwfase en een collectieve pot in de uitkeringsfase. Dat is contract. Dus als je werkt en spaart, dan is het jouw pot? Als je werkt, bouw je in je eigen pot pensioenvermogen op. Je spaart, zo zeggen, voor je eigen potje. Maar moment dat je richting pensioen gaat, wordt dat omgezet in een collectieve pot. Waar dus die risico's, over sterfterisico's, hè, mensen die doodgaan, met elkaar worden gedeeld. Dat is één contract, één pensioenregeling die we afgesproken hebben. De andere regeling die deelt risico's wat breder. Die deelt niet alleen de risico's binnen de groep gepensioneerden, maar ook met de werkende en toekomstige generaties. Dat zijn dus de twee modellen die we willen. Mag je dan kiezen of zo, wat je wil, of gaat het weer per fonds? Dat de sociale partners op sectorniveau, cao-niveau, fondsniveau kunnen kiezen welke regeling het beste bij de populatie past, bij de deelnemers past. Dat zal ook afhangen van de kenmerken van de sector. Blijf je bijvoorbeeld je hele leven in hetzelfde sector werken, voor heel veel mensen, of zijn het juist mensen die in- en uittreden en van de ene sector naar de andere sector hoppen? Daar zal het van afhangen. Oké, nog één kijkersvraag voordat we naar het volgende. Lenneke vraagt zich af, betekent dit niet dat de te hoog ingelegde premie van jonge werknemers gebruikt wordt voor de financiering van werknemers in hogere leeftijdscohorten? En is er hierdoor dus alsnog een herverdeling van jong naar oud? Nee, juist niet. Omdat als je de doorsnee systematiek afschaft, wat Peter net heeft uitgelegd, gaat dat juist weg. Dan haal je dat deel juist weg. Ja. Bijkomend nog een laag dieper. Wat je ook hebt bij de doorsneepremie, is dat eigenlijk mensen die weinig carrière maken, als het ware ook de mensen die veel carrière maken, subsidiëren. En die haal je er ook uit. Oké, okay, dus het wordt allemaal een beetje eerlijker. Eerlijker en transparanter. Ja. Hey, de pensioenpremie. Mag ik van mevrouw Boucher, want die zei namelijk in het begin ook, hè, dit is oneerlijker voor jongeren. Wat er ook nog een voordeel aan is, en dat is ook weer goed voor mensen in een zwaar beroep. Als je heel jong begint met werken, heb je dus veel meer rendement van het pensioen wat je dan op die jonge leeftijd al inlegt. Dus in die zin is het ook wel een stapje om voor mensen die nu nog beginnen zo'n vroeg uittreden dichterbij te brengen. Oké, dus de manier waarop we premie betalen, wat ingewikkeld wordt, doorsneepremie, het wordt allemaal wat eerlijker, alleen er moet wel iets gefixt worden voor ons drieën. Dat komt eigenlijk mee. Voor de veertigers. Voor ons veertigers. Ja. Annepe, die premie, dat gaat echt best veel geld iedere maand naar het pensioenfonds. Kijk eens op je loonstrook, dus daar staat het vaak op. Gaat nu met dit nieuwe systeem, gaan we dan meer pensioenpremie betalen? Dat is niet per se automatisch zo te zeggen. Het zou wel kunnen. Nou ja, er is een balans tussen hoeveel pensioenpremie je betaalt en wat je ambitieniveau is. Hoeveel pensioen wil je straks opgebouwd hebben als je met pensioen bent? Oké, even stel dat het ambitieniveau hetzelfde blijft. Praat ik zo bekakt? Nee, ik zit te denken wat we daar precies mee bedoelen. Dus dat je wat je wilt betalen. Wat je straks wilt uitkeren. Wil je 70% van je gemiddeld verdienen? Ja, okay. 80%? Of na hoeveel jaren heb je dat opgebouwd? Ja. Maar stel dat ambitieniveau hetzelfde blijft. Gaat de premie dan omhoog? Nee, niet per se. Nee. Hij wordt wel anders verdeeld. Kijk, wat nu door de doorsneesystematiek zo is, dat een deel van jouw premie als het ware niet naar jouw pensioenvermogen gaat. Maar dat een deel naar iemand anders gaat. Naar een oudere werknemer in het fonds. Dus het wordt wel eerlijker in het nieuwe systeem. Ja. Wat wel een aandachtspunt is, is in het huidige systeem zijn in heel veel fondsen zijn de kostendekkende premies. De premies zijn nu te laag. We hebben het over een premiedekkingsgraad, sorry voor de techniek, van ongeveer 80%. Altijd bij pensioenen, altijd over techniek. Hè? Dat kom je echt niet aan. Dus op dit moment is in heel veel fondsen de situatie zo dat eigenlijk de premies te laag zijn. Ja. Gegeven de ambitiekader, die we met elkaar hebben afgesproken. En dat is ook een van de zagrijnpunten in het huidige stelsel. Ja. We hebben even een plaatje van de premie bij het ABP, het grootste pensioenfonds. Dat is dus het percentage van je pensioengrondslag dat je hier betaalt. Dus zie je dat in de jaren, zeg maar eind jaren 80 en 90, toen was het lekker om ambtenaar te zijn. Ja, toen waren er ontzettend veel buffers in het systeem. Ja. Er ontzettend veel overschotten bij de pensioenfondsen. En toen hebben de werkgevers en werknemers afgesproken dat de premies fors te verlagen. Ja. En nu moet het voordeel daarvan, dit is eigenlijk de fameuze greep in de kas, wordt dat genoemd. Het voordeel daarvan is destijds eigenlijk niet vooral bij de werknemers terechtgekomen, maar is destijds vooral bij de werkgever terechtgekomen. En het ABP was overigens niet het enige fonds waarbij op dat moment werd gedacht van nou, we hebben eigenlijk zoveel geld in kas zitten,
Wij hoeven misschien veel minder premie te betalen. Dat is gunstig voor werkgever en voor werknemer. En ook nog een keer gunstig voor de overheid. Dus je ziet dat in de jaren 80 is er eigenlijk even heel anders over pensioen nagedacht dan er nu over pensioen wordt nagedacht. En in die periode misschien dus wel achteraf bezien wat te weinig premie betaalt. Oké, ik zie hier een vraag die precies hierover gaat. ik begin hem nu te lezen. Gaat de overheid nu ook weer een dekkende pensioenpremie betalen, zodat de overheveling in het AWP van geld van gepensioneerden naar actieve deelnemers stopt? Ja, dit is precies het punt wat ik net maakte. Mm. Ja. De premiedekkingsgraad is op dit moment te laag. Hè? Dus ongeveer 80%. Eigenlijk elke euro die de werknemer nu inlegt, krijgt hij meer pensioenrechten voor terug. Dat komt dus eigenlijk uit de dekkingsgraad. En ook dat is een... En zoals ik net al zei, een punt van chagrijn. Ook een soort tegenstelling tussen generaties. Wat we door die afschaffing van die doorsneesystematiek eruit halen. Maar je gaat inderdaad naar een kostendekkende premie toe. Oké. Okay. Ja. Dan misschien wel de leukste vraag. Hoeveel pensioen ontvang je, ja, Peter? Nou, hoeveel krijg je later als je met pensioen bent? Peter, dat uit. Is nog wel... Dat weet je natuurlijk niet precies. Maar er is wel in algemene term iets over te zeggen. Wat weten we, hè? Wanneer je met pensioen kunt, hebben we uitgelegd. Maar ja, wat heb je dan maandelijks te besteden? Nou, de basis van het inkomen als gepensioneerde is altijd je AOW. Die krijgt iedereen. Of je nou 45 hebt gewerkt of 1 jaar of zelfs helemaal nooit. En aan die AOW verandert ook niks door dit pensioenakkoord. Nou, bovenop die AOW komt dan, als je ervoor hebt gespaard, hè, dus als je in loondienst was en pensioen hebt opgebouwd, komt je pensioenuitkering. Afgelopen jaren was er steeds te weinig geld in kas bij veel pensioenfondsen. En daardoor konden die pensioenen niet omhoog of moesten ze heel soms zelfs worden gekort. Nou, door het pensioenakkoord kunnen de uitkeringen de komende jaren makkelijker omhoog. Als het goed gaat. Het staat wel tegenover dat ze ook sneller omlaag gaan als het minder gaat. Oké. Okay. Ik heb een vraag van een kijker. Wanneer worden pensioenen nou eens geïndexeerd? Ik ben al 7 jaar gepensioneerd zonder enige indexering. Mevrouw Blom. Ja. Nou ja, als ik als econoom de toekomst kon voorspellen, dan was ik waarschijnlijk geen econoom. Dan zat ik ergens op een prachtige tropische eiland. Wat we natuurlijk zien is dat de omgeving, de economische omgeving, die is eigenlijk de laatste jaren veel minder gunstig dan we in alle decennia daarvoor hebben meegemaakt. Daardoor is de rente heel laag geworden. Veel mensen denken dat dat door de ECB komt, maar dat komt eigenlijk gewoon doordat de economische groei maar niet wil aantrekken. En nou ja, de ECB probeert dat dan nog een zetje te geven. En daarnaast houden de rendementen op al die beleggingen eigenlijk ook niet over. En dat is nu eenmaal zo en daar veranderen we niks aan. Daarnaast is het zo dat in de oorspronkelijke sommen die gemaakt zijn over die pensioenen, we misschien wel een beetje erg optimistisch zijn geweest. Of anders gezegd, dat we ook verrast zijn door hoe oud we eigenlijk worden. Dus de levensverwachting is veel sneller opgelopen dan er misschien bedacht werd toen alle mensen die nu een uitkering hebben, toen die jong waren en hun premies nog aan het betalen waren. Dus er zijn eigenlijk een aantal grote veranderingen geweest. Ouderen hebben te weinig premie betaald voor de leeftijd die ze nu bereiken. Nou, ik zeg wel eens tegen mijn moeder, kijk... Het is natuurlijk aan de ene kant heel vervelend dat je nu minder pensioen krijgt dan je gedacht had. Maar je leeft ook veel meer jaren van dat pensioen dan we ooit gedacht hadden. En gelukkig maar, want ik ben heel blij dat ze er is. En dat geldt natuurlijk voor al die mensen. Maar het is nu eenmaal zo, en dat is de pijnlijke waarheid. Of de pijn van dat verhaal, voor een deel maar pijnlijk. Dat we dan dus dat geld wel over een langere periode moeten verdelen. Such is life. Oké, weet jij hoe je... Dit is een poll voor de kijkers thuis. Weet jij hoe je pensioen ervoor staat en wat je krijgt? Een aantal opties. Ja, ik kijk regelmatig op mijn pensioenoverzicht. Kijk jij regelmatig op je pensioenoverzicht? Nou, ik heb het laatste keer gedaan. Want iedereen krijgt dat zo'n brief van zijn pensioenfonds. De UPO, hè? Het uniform pensioenoverzicht. Ja, ik krijg die altijd zo hop, en je wordt op een stapel. Altijd keurig in een laag geduwd en... Maar ik heb de laatste keer gekeken. Oké, okay, dan is dan nog de optie. Ja, ik log in op het portaal van mijn pensioenfonds. Ja, ik heb een adviseur. Nee, ik heb eigenlijk geen idee. En nee, maar het komt wel goed. Of ik bouw geen pensioen op. Ja, toch 70% kijkt regelmatig op mijnpensioenoverzicht.nl. Misschien hebben we dan gewoon wel veel diehards tussen de kijkers. Diehard. Dat zijn de bijzondere kijkers. Diehard pensioenfans. Ja, zo is dat. Maar nog even over dat rendement. U zei het van dat de rendement hield niet over de laatste jaren. Maar ik hoor toch steeds dat de pensioenfondsen uitstekende rendementen maken de afgelopen jaren. 7% gemiddeld hoor ik Henk Krol altijd roepen.
Ja, nee, maar natuurlijk, in de afgelopen paar jaar is het dan wel weer goed gegaan. En ze doen het ook beter dan je het als individuele belegger waarschijnlijk zou doen. Maar tegelijkertijd, ja, de economische omstandigheden zijn veranderd. En we kunnen onszelf niet beloven dat we in de komende jaren de rendementen maken die we eigenlijk voor de crisis gezien hebben. Maar de vraag over indexatie, want er zijn natuurlijk ook andere afspraken gemaakt over hoe we dan met die onzekerheid en met die buffers omgaan. En ik denk dat dat ook veel mensen nu bezighoudt. En wat daar gebeurt is uiteindelijk, het is een beetje gek altijd, vind ik. Als je nou met elkaar afspreekt dat je niet helemaal zeker weet hoeveel pensioen je gaat krijgen, dan kun je eigenlijk wat meer risico nemen. En daardoor kun je uiteindelijk waarschijnlijk wat hoger pensioen krijgen en dus wat vaker geïndexeerd worden. Ja, door iets minder zeker dus. Ja, ik leg het altijd zo uit. In het huidige systeem hebben we heel veel zekerheid gebouwd. En dat betekent dat we pas weer gaan indexeren. Gedeeltelijk indexeren bij een dekkingsgraad van 110%. En volledig gaan indexeren bij 130%. Met andere woorden, er moet eerst nog een forse buffer worden gespaard de komende jaren, voordat er weer geïndexeerd kan worden in het huidige systeem. Daarvan zeggen we nu eigenlijk in het pensioenakkoord, dat willen we niet meer. We willen dat die rendementen die worden gemaakt sneller worden toegedeeld aan de deelnemers. Dus niet alleen de gepensioneerden, maar ook aan de werkenden. Mm-hmm. Dat betekent dat je geen buffer meer hoeft op te bouwen. En dus dat geld, zal maar zeggen, beschikbaar blijft om sneller de pensioenen te verhogen. Daar hoort wel een andere kant bij. Want als je geen buffer hebt, heb je natuurlijk ook het risico dat als het slecht gaat, je ook sneller onder de 100% komt, zal ik zeggen, onder de dekkingsgraad van 100% komt. Dus je dan ook sneller moet gaan korten. Oké, maar gaat dat dan ook gebeuren? Want wat we de afgelopen jaren natuurlijk zagen, steeds als een korting dreigde, dan ging iedereen bij elkaar zitten, dan gingen we wat verzinnen, dan gingen we de regels toch ietsje aanpassen, ietsje rekken, ietsje oppoetsen, steltermijnen iets verlengen. Zodat er uiteindelijk net niet gekort hoefde te worden. Ja, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als je echt wat Marieke net ook zei, hè, de paradox is dat als je minder zekerheid in het systeem zet, is de kans groter dat je pensioen hoger wordt, omdat je dus sneller die rendementen kan toedelen. Dat is een beetje het punt van de pensioenfondsen maken grote rendementen de afgelopen jaren, die we eigenlijk sneller bij de deelnemers willen hebben. En de keerzijde is, als je die buffers niet hebt, zul je ook sneller dus die moeten gaan korten. En daar moeten we dus afspraken met elkaar over maken, over hoe je dat precies gaat doen. En een van de dingen die in het pensioenakkoord staat, is bijvoorbeeld dat je 1/10 per jaar, dus dat je eigenlijk de rendementen over 10 jaar uitsmeert. Dus dat je ieder jaar 1/10 van de rendementen, positief dan wel negatief, als het ware verwerkt in je pensioenresultaat. Waardoor je voorkomt dat de uitkering gaat fluctueren, maar dat je wel, zal maar zeggen, die plussen en minnen snel in het systeem verwerkt. Okay. Ja. Ik zie op mijn scherm steeds vaker het R-woord voorbij komen. Mensen hebben veel belangstelling voor de rekenrente. Gebeurt niet elke dag, maar hier deze heb je week. Hier heb je ja, zeker. Ik heb zoveel zin in de rekenrente. Daar zit ik wel de hele dag op te vragen. Ja, nou, daar gaat het dus vaak over in de pensioendiscussie. Peter, wat is leg eens uit. Nou ja, weet je, daar bedoel, als je het ergens over hebt waar het op feestjes wel over gaat, zeker als je feestjes waar wat oudere mensen zijn, dan gaat het altijd over de rekenrente. Ik ga proberen uit te leggen wat die rekenrente is. Centraal staat daarbij de vraag: hoeveel geld moet je nu in kas hebben om straks iedereen zijn pensioen te geven? En we nemen even een heel simpel voorbeeld. Je moet volgend jaar 1000 euro betalen. Volgend jaar. Vraag is dan, hoeveel moet je nu opzij zetten? Nou, daar komt die rente om de hoek kijken. Stel, die rente is 4%. Nou, dan moet je nu 962 euro opzij, 4%. Dan moet je nu dus 962 euro opzij zetten. Die levert dan 4% rente op. Heb je het jaar erop 1000 euro. Hartstikke mooi. Maar wat nu als die rente geen 4, maar 1% is? Nou, dan moet je veel meer geld in kas houden, namelijk 990 euro. Om volgend jaar die 1000 euro te kunnen betalen. Kortom, hoe lager die rente, hoe meer pensioenfondsen in kas moeten hebben. Dus hoe minder ze kunnen uitkeren. Nou, dat is de rekenrente. Ja. Oké. wat wou ik ook weer vragen? Nou, meneer Koolmees, waarom kunnen we de rekenrente eigenlijk niet op minimaal 2% zetten? Zoals bijvoorbeeld 50+. Alle problemen af. Ja, wat wij in 2003-2006 hebben afgesproken met elkaar, is dat wij pensioenen waarderen tegen de marktprijzen. Ja, dus aan de ene kant van de balans van de pensioenfondsen staan gewoon de aandelen, de obligaties, het vastgoed wat de pensioenfondsen in bezit hebben. Mm-hmm. En die worden gewoon gewaardeerd tegen de
actuele marktwaarde. Dat kun je gewoon aflezen op de aandelenkoersen, de obligatiekoersen. En aan de andere kant zijn inderdaad de verplichtingen. En die wil je ook tegen de markt waarderen. En daarom komt die marktrente, de risicovrije rentecurve, komt daar om de hoek kijken. Zo heb je dus aan twee kanten van de balans van het pensioenfonds, maak je gebruik van dezelfde informatie. Daarom rekenen we met die risicovrije rente. Als je met een andere rente zou gaan rekenen, zou je eigenlijk, zal ik maar zeggen, nu al rendementen uitkeren die je nog niet hebt gemaakt. Maar pensioenfondsen maken gemiddeld, geloof ik, de afgelopen jaren 7%. Waarom moeten ze nu dan met een rente van 1% of 1,5% rekenen? Dat is precies wat ik net heb uitleggen over die buffers. Als je inderdaad ieder jaar 7% rendement maakt, en je realiseert dat ook, hè? Je maakt het ook echt waar. De winst komt binnen bij het pensioenfonds. Mm-hmm. In het huidige systeem kun je die niet uitkeren, want je moet eerst naar de buffer opbouwen. Mm-hmm. Als we die buffers niet meer hebben, kun je die rendementen sneller toedelen aan de deelnemers. En dat is natuurlijk precies het voorstel dat we nu in het akkoord hebben opgenomen. Maar ik wil het toch even scherp hebben. Wat is dan het risico? Stel nu dat we wel met 2% of 3% als rekenrente gaan rekenen, in plaats van die hele lage rente die er nu is. Wat kan er dan misgaan? Dat is eigenlijk het risico dat je als het ware al pensioenen gaat uitkeren die je nog niet hebt verdiend. Heel kort samengevat is dat het risico. En vanuit prudentie, vanuit voorzichtigheid, is breed ook in het CER-advies opgenomen dat we prudent willen rekenen. Ook om de kans op meevallers groter te laten zijn dan de kans op tegenvallers. Ja, dus ook vanuit voorzichtig, doe maar rustig. Dus doe er is een kans dat de pot dan leeg is op het moment dat jongere generaties aan hun pensioen toe zijn. Ja, pot leeg is weer te zo leeg. Ja, niet vol genoeg. Niet vol genoeg. Ja, het punt is natuurlijk dat je, als je het rendement hebt gerealiseerd en je ook gewoon in bezit hebt, zal maar zeggen, dan kun je ze ook uitkeren. Als je dat van tevoren als het ware inrekent, ja, dan heb je het risico dat je eigenlijk te veel hebt uitgekeerd of te veel hebt beloofd wat je nog in de toekomst moet gaan waarmaken. Okay. Oud-minister Dijsselbloem die heeft een advies gegeven. De rekenrente moet nog verder omlaag. Hiermee worden de problemen voor de pensioenen of pensioenfondsen nog iets groter, toch, mevrouw Blom? Ja, die zegt eigenlijk, er is een nieuwe realiteit. We hebben 5 jaar geleden gekeken wat de rekenrente zou moeten zijn en wat de verwachte rendementen zouden kunnen zijn. Daar is nu opnieuw naar gekeken. En met de best beschikbare informatie moeten we dat naar beneden bijstellen. En dat betekent, dus als we opnieuw gaan kijken naar hoe die verschillende pensioenfondsen ervoor staan, dat vandaag ieder van die pensioenfondsen er slechter voor staat dan ze er met die oude regels voor stonden. En dat scheelt best een beetje. Het scheelt gemiddeld genomen 2,5%. En dat betekent dus, ook als er niks verandert, ook als er niks in het stelsel verandert, dan betekent dat dat we op een andere manier met die potten om moeten gaan en dat er minder kans is op indexatie. Eigenlijk is dat toch heel gek, want die pensioenfondsen staan er, zeg maar, stonden er vandaag ongeveer net zo voor als 4 dagen geleden. Tussendoor is dat advies gekomen. Dijsselbloem zegt, ja, ik heb er nog eens naar gekeken. Nee, dat is ook niet wat er gebeurt. 1 keer in de 5 jaar vraagt de politiek de commissie parameters, zo heet dat, om een advies voor de parameters van het pensioenstelsel voor de komende 5 jaar. Dan gaat het inderdaad over de rekenrente, maar het gaat ook over verwachte aandelenrendementen, verschillende scenario's sets. Wat zijn de risico's dat het heel erg goed gaat of de kans dat het heel erg slecht gaat. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de parameters van het stelsel. Daar wordt 1 keer in de 5 jaar door onafhankelijke wetenschappers een advies over gegeven. Deze regels gaan in op 1 januari 2021. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk duurt nog even. Er wordt nu de afgelopen dagen heel spannend over gedaan. Als je kijkt, de invloed van het advies is 2,5% op de dekkingsgraad. Nou, als je alleen al naar de maand mei kijkt, afgelopen maand mei, heeft een grotere impact gehad op de dekkingsgraad door de Trump-China handelsoorlog. Dat invloed heeft gehad op de beurzen en op de rente dan deze hele 2,5% van de commissie Dijsselbloem. Dus dat moet ook weer niet groter maken. Nou, toch iedere 2,5% dekkingsgraad is er één. Zeker als je net op het randje staat natuurlijk. Nee, dat is waar. Tegelijkertijd, we hebben het nu over een stelsel wat we in de periode 2022 tot 2030, zal ik maar zeggen, moeten gaan invoeren met elkaar. Meneer Blom zei net ook al, als ik heel erg verstand van heb van de financiële markt, dan zou ik rijk zijn, dan zou ik hier niet zitten. En wat er precies in 2022 aan de hand is, ja, dat moeten we ook tegen die tijd gewoon zien. En dat moeten we ook netjes gaan berekenen met z'n allen. Maar even voor onze helderheid. Dat advies van oud-minister Dijsselbloem is niet onderdeel van dit pensioenakkoord. Het wordt nu een beetje op één hoop gegooid. Maar mensen, als ze mensen nog moeten stemmen voor het FNV-referendum, dan stemmen ze niet voor of tegen het voorstel van
En het is heel toevallig dat net op het moment dat FNV-leden moeten stemmen, die commissie met zijn advies komt. Ja, ik heb de commissie gevraagd in januari om met een advies te komen. Dus de commissie zou eigenlijk begin mei een rapport opleveren. Dat heeft langer geduurd, omdat er meer berekeningen moesten worden gemaakt. En nogmaals, het is een commissie parameters die één keer in de 5 jaar met deze scenario zetten en parameters komt. En over 5 jaar komt hij weer. En over 10 jaar is er maar weer één. Het is toeval dat het net komt, net nu FNV moet stemmen over. Nou ja, het is heel vervelend samenloop van omstandigheden. Maar het zijn dan 2 aparte trajecten geweest. Ja, sowieso. Of niet vervelend, want de druk om voor het nieuwe stelsel te stemmen wordt misschien een beetje groter. Nou, dat geloof ik niet in. Ik geloof niet dat het zo werkt. Nee, het is gewoon 1 keer in zoveel jaar moeten we die parameters herijken met z'n allen. Dat is gewoon eigenlijk in het huidige stelsel. Hè? Ook de komende jaren zullen we ook nog in het huidige stelsel blijven zitten voordat we dat nieuwe pensioenstelsel hebben uitgewerkt hebben. Daar zijn die parameters heel erg relevant voor. Maar we moeten gewoon de komende tijd met sociale partners en met deskundigen het nieuwe contract gaan uitwerken. Oké. Er gaat dus het nodige veranderen bij dit pensioenakkoord. Je pensioenleeftijd verandert, hoeveel je betaalt verandert, hoeveel je krijgt, kan ook veranderen. Moet het pensioenakkoord nog wel even worden aangenomen? De naam is al gevallen. De sleutel ligt natuurlijk bij vakbond FNV. Zo is dat. Leden daar mogen stemmen in een raadgevend referendum. In aanloop naar dat referendum worden bijeenkomsten gehouden om leden bij te praten over wat daar nu precies in staat. En wij waren erbij. Nou, ik vind het wel een goed akkoord, eerlijk gezegd. Ik vind het een evenwichtig akkoord, zowel voor jong als voor oud. En er moet nog veel geregeld worden, dat wel. Ik werk bij het Spoor. Wij zijn een van de mensen die gestaakt hebben. Weet je, bij ons in de sector is het heel erg duidelijk. Wij zijn 100% tegen. Ik heb het gewoon goed gevolgd, goed de CER-notities gelezen en ik denk, nou ja, goed. Je wint wat en je verliest wat, hè? Dat is de polder. Als je iets aan de deur koopt, dan heb je 7 dagen bedenktijd. Met dit ding, waarover 9 jaar onderhandeld is nog niet eens, hebben we nog niet eens 5 dagen bedenktijd. Nou, het dossier is heel erg complex. Eigenlijk kan je bij elke sheet die naar voren komt nog wel 10 vragen verzinnen. Dus het is moeilijk om daar binnen een week een besluit over te nemen. Aan de telefoon Aad Klingen uit Harderwijk. Meneer Klingen, goedenavond. Goedenavond. Wat is uw vraag? Mijn vraag is eigenlijk, ik hoor de hele avond over ons en samen en collectief sparen. Dus mijn vraag is eigenlijk, waarom gaan alleen de leden van een vakbond stemmen over een zo'n ingrijpende verandering aangaande het pensioenakkoord? Oké, meneer Klingen, dank u wel. Antwoord, meneer Koolmees. De vakbonden zijn betrokken bij alle pensioenregelingen. Hè? Dus de regelingen die op cao-niveau in de bedrijfstakken worden afgesproken. De vakbonden zitten ook vaak in het bestuur van de pensioenfondsen. En zijn daarbij een belangrijke speler in het hele pensioenveld. De vakbonden, de 3 vakbonden, de FNV, CNV en de VCP, hebben het principeakkoord nu aan hun leden voorgelegd. En ik hoop dat er een overweldige meerderheid voor gaat stemmen. Maar vakbonden hebben een relatief oudere achterban. Straks kunnen, kort gezegd, ouderen die het akkoord tegenhouden, toch? Nou ja, daar denk ik helemaal niet over na. Ik vind het een heel goed akkoord. Ik vind dat we grote stappen vooruit hebben gezet, zowel als de toekomst van een pensioenstelsel, als ook de regeling voor AOW en voor zware beroepen. Ook ik moet toch langs het parlement. Ik moet langs de Tweede Kamer en de Eerste Kamer met de wetgeving. Dat lijkt me echt het minste probleem van dit hele traject. Nou, het parlement is natuurlijk een serieuze hobbel altijd om te nemen. Dat is allemaal afgetikt op met GroenLinks en met KfW. Het gaat ook om wat FNV gaat doen. We hebben het is een raadgevend referendum wordt nu gehouden. Nou, daar komt iets uit. En dan dat vermaledijde ledenparlement met die 100 hardliners die daarin zitten. Het zullen niet allemaal hardliners zijn, maar wel veel. Die moeten daarover gaan stemmen. Vreest u dat wat eruit gaat komen? Want ik zou eerlijk gezegd niet weten wat er verder moet gebeuren als zij nee stemmen. U wel? Nou, ik wil er niet over speculeren, want het zijn allemaal als-dan vragen. Ik ben ook hier vanavond om het akkoord toe te lichten en ook te vertellen wat we voor mooie afspraken met elkaar hebben gemaakt. In de hoop en in de overtuiging dat ook het ledenparlement van de FNV voor zal stemmen. Er is natuurlijk heel lang over onderhandeld, heel lang over gesproken. Ik vind dat we echt met elkaar een grote stap vooruit hebben gezet. Ook om deze discussie, ook het chagrijn wat het toch wel rond het pensioendossier is, achter ons te laten en echt naar de toekomst te gaan kijken. Nee. En daar ben ik mee bezig. En allerlei als dan wordt het allemaal weer verkeerd uitgelegd en dat wil ik niet. Dus ik ben. Als dan, de baas, de voorzitter van FNV en de onderhandelaar, Tuijans, hebben al gezegd: wij stappen op als dit misgaat.
Stapt u eigenlijk op als het misgaat of niet? Dat is toch even... Het is een groot dossier. En ik ben nu de komende dagen in het land om te vertellen waarom het zo goed akkoord is. Ik zou eigenlijk puur chagrijn zou ik gewoon opstappen volgens mij. Dan heb je zo hard op onderhandeld en zoveel afspraken gemaakt. En dan, op zijn minste week op vakantie. Precies. Wel leuk dat ik erbij zit bij deze. Ja. Maar er zijn veel kijkers die zich dat afvragen. Maar kan het ook gewoon doorgaan als de... Ik zeg, ga toch een als-dan vraag. Als de FNV-leden hiervoor gaan liggen? Nee, ik ga er niet over speculeren. Dat is allemaal weer... Dat leidt tot chagrijn en tot het gevoel van... Is dat een dreigen? Dat wil ik allemaal niet. We hebben met elkaar een goed akkoord afgesproken. Ik ben ook heel trots dat we eindelijk ook weer in de polder... de werkgevers en de werknemers bij elkaar hebben gevonden. Dat is eigenlijk de afgelopen 9 jaar niet gebeurd. Zowel niet op de arbeidsmarkt als ook niet op de pensioenen. En ik ben blij met het principeakkoord en... Het moet, hoor ik u zeggen. Okay. Het moet. Iemand vraagt nog, wanneer gaat het pensioenakkoord in werking? Nou, eigenlijk zijn er 3 wetgevingspakketten die hieronder vandaan komen. 1 is, zal ik maar zeggen, de korte termijn AOW. Wat de komende jaren gebeurt de AOW. Het tweede is de regeling voor zware beroepen. Mm-hmm. Die eigenlijk volgend jaar al in wetgeving moet worden omgezet. En het derde is inderdaad het grote pensioencontract. Wat eigenlijk waarschijnlijk eind 2020, begin 2021... tot een wetgeving moet gaan leiden en ook dus parlementaire behandeling. Okay. Dus het begint pas eigenlijk. Ja, stap 1. Goed. Dit was de grote pensioenshow. We hebben je bijgepraat over wat pensioen is, wat het kost, wat het oplevert, wanneer je met pensioen kunt en wat er gaat veranderen als het pensioenakkoord er komt. Ja, dank Briek Blom van ING, econoom daar, Wout Koolmees. Dank voor het komst. Succes de komende dagen met het uitleggen in het land en het verdedigen van dit akkoord. Deze uitzending is helemaal terug te kijken op rtlnieuws.nl/pensioen. Doe dat gerust. En in ieder geval, fijne avond. Fijne avond. Nou, geen eindlieder. Thank you.